deze prachtige decembermorgen kan er weer volop geschaatst worden op het Stationsplein in Beverwijk. Kees, door wie wordt de schaatsbaan georganiseerd? Nou, voor het grootste deel door de gemeente Beverwijk en het bedrijfsleven. En die hebben de koppen bij elkaar gestoken en die hebben dit tot stand gebracht. Het is natuurlijk in 5 jaar tijd ontzettend uitgegroeid. Het is het 6e jaar dat de mogelijkheid hadden. 2 jaar door corona natuurlijk verstoord. Maar het is 6 jaar geleden dat we het initiatief hebben genomen. Hoe ziet de organisatie eruit? Nou, in het begin is het een initiatief geweest van Bravour. Maar omdat we het steeds mooier en groter wilden maken, leek het ons beter om er een stichting voor op te richten. Dus de stichting en het bestuur van de stichting, die hebben de organisatie om dit ijs neer te leggen. Wat is de achtergrond om het wintervertier in Beverwijk mogelijk te maken? Nou, we hebben in het verleden op de Zeestraat een baantje gehad. Er was een soort, waren houten platen, nou, daar kon je niet echt op schaatsen. En toen gingen wij met Bravour van start. Toen dachten we, dat is eigenlijk wel leuk. Het was onze wens om iets op het Stationsplein neer te leggen. En toen zijn we met een heel klein baantje begonnen vanuit Bravour. En het was zo'n succes voor alle kindertjes dat we hebben het uitgebouwd naar een groter plan. En met name om het mogelijk te maken om zeg maar de kinderen van de scholen te laten schaatsen. En dat zijn er ongeveer 2000 kinderen die hier gratis schaatsen. En ook schaatsles krijgen van de Kees Jongert ijsbaan en van de evenementenmakelaar. Die organiseren dan de lessen. En 2 jaar geleden heeft de Breestraat aangesloten. Die hebben ook 2000 kaartjes van ons afgenomen. En die geven dan die kaartjes aan de kinderen die op de Breestraat komen winkelen. Dus dan hebben we 4000 gratis schaatsers. En we hebben nog eens 500 kindertjes. Met name van de voedselbank en minder bedeelde kinderen. Die mogen ook maar gratis schaatsen. En het is voor ons heel belangrijk om de prijs laag te houden. Want wij vinden 4,50 vinden we een mooie prijs. En dat is voor iedereen te betalen. Ik ben van de week in Maastricht geweest en dan betaal je 12 euro. Mooi, dus het is voor 4,5 euro kan je hier schaatsen. Ik neem aan dat de jeugd van Beverwijk hier ook kan schaatsen. Ja, en zeker nu, want de baan is groter geworden. We hebben nu 325 meter ijs. Dat is een mooi rondje. Vandaag is het vriest, maar zeg dat het boven nul is. Hoe wordt de schaatsbaan gekoeld in deze energieproblematiek? We hebben het steeds gedraaid met dieselolie, maar dat werd heel erg duur. En we zijn er gelukkig achter gekomen dat we hele energiezuinige chillers op dit moment in gebruik kunnen nemen. En dat werkt op elektra. En het elektra kopen wij nog voor een redelijke prijs in. En de sponsors hebben allemaal wat meer geld bij elkaar gebracht. Want die vonden uiteindelijk dat het door moest gaan. We hebben nog even getwijfeld vanwege de hoge energieprijzen of we dat door moesten laten gaan. Maar alle sponsors hebben gezegd, joh, niet zeuren. Die kinderen moeten schaatsen. Maak Beverwijk mooi, want we moeten ervan genieten. We zitten in sombere tijden en dan moet het gewoon nu even leuk worden. Wat zijn de openingstijden van de schaatsbaan en tot wanneer is het beschikbaar? Nou, we hebben in de weekenden gaan we om 12 uur open tot afhankelijk van de drukte 10-11 uur. En door de week gaan we naar het schoolschaatsen open om een uur of 1 tot, als het heel gezellig is, tot een uur of 10. En tot welke datum? En tot 8 januari.